Nou, hier vandaan heb je een mooi overzicht over de hele kas. We staan nu in de middelste afdeling. Aan een van de kanten hebben we een vrij koude afdeling. Daar zie je onder andere wat stekken staan. Er zullen straks aardbeien geteeld worden op stellingen. En ik zie hier zelf nog een hoekje met tulpenbroeierij in de verte. In de middelste afdeling zie je veel siergewassen. Ook wel een hoekje opkweek van groenteplanten. Maar hier zie je bijvoorbeeld anthuriums en rozen. En verderop achterin potplanten. Dit is een proef met allerlei verschillende soorten meststoffen. Met het idee dat het interessant is om te zoeken naar alternatieven van gewone bemesting met traditionele kunstmest. Daarachter zie je een afdeling die is speciaal ingericht voor allerlei proeven. Bijvoorbeeld met miniknollen van aardappels. Koude afdeling hebben we gezien. Daar zie je nog de tulpen die gebroeid worden. Project van eerstejaars studenten. En hiernaast zien we dan de afdeling met allerlei groenteplanten. Aan de linkerkant komkommer. Dan een heel stuk met tomaten. Nog een stuk met komkommer. En daarachter een wat meer exotisch gewas, bittere komkommer.